Het waren hier puur passie, Iris van der Veen. Daar ben je van het winter voor het West. Hoe kun je die dan motiveren weer voor het nieuwe keertseizoen om weer in training te gaan? Nou, die hele ervaring die je daar hebt meegemaakt, dat doe je nooit weer. Of tenminste, dat is heel graag weer, maar dat is gewoon de eerste indruk die je daar krijgt. En ik heb daar zelf heel veel energie van gekregen en nou ja, ben alles heel veel positiever gaan bekijken. En ja, dan die eerste trainingen begin je weer en dan eigenlijk wel met die energie die je daar ook hebt gekregen, dat probeer ik echt wel mee te nemen in het nieuwe seizoen. Ben je dan allemaal het nieuwe seizoen bezig met die eerste partijen? Ja, we leven daar nu zeker wel naartoe. We zijn hard aan het trainen alweer om in vorm te komen voor het seizoen. En uiteraard leef je dan echt naar die wedstrijden wel toe. Want dan begint het echt seizoen weer, dan moet je er staan. Vindt hij het eerste hier bij de Fraley Haardklasse? Succes hoor. Is dat nou het doel de PC? Die willen we ook heel graag winnen. Maar er zijn ook wedstrijden onder PC heen waar wij net zo goed willen presteren. Hoe moeilijk is het om aan de top te komen, zeiden ze dan van oké, dat kan. Maar nou moet je het stabiliteit tonen. Wat doe je hem daarvoor? Hard blijven trainen en jezelf continu willen verbeteren. En nou ja, dat zorgt er dus uiteindelijk voor om op niveau te blijven. En niet, dus ik heb heel erg het idee van niet denken van ik ben er nou, dus nou is het klaar. Maar juist doorgaan om nog beter te worden en dingen die naar mijn gevoel niet goed zijn gegaan, om die toch weer te verbeteren. Ja, en dat is wel waarom ik graag, waarom ik probeer om op het niveau te blijven. Je hebt er Ali Buggeleerders bij gekregen, zelfs een sportpsycholoog. Bewust? Weet ik niet. Ik weet niet of er echt goede aanleidingen voor zijn. Maar ze willen het voor ons makkelijk maken. En stel dat we ergens mee zitten, dat we nu gewoon de mogelijkheid hebben om er naartoe te gaan. Ook als we niks, geen probleem of iets, dat hoeft helemaal niet. Maar je wil gewoon bepaalde tips voor dingen. Dan bieden zij ons die kans om daar gebruik van te maken. En dat is dus weer dat stukje professionalisering waar ze wat puur passie uitstraalt. Wanneer is het voor jou het seizoen slagen? Ik wil persoonlijk weer goed presteren en als het mogelijk is heel graag weer hetzelfde seizoen als afgelopen jaar. En dan, nou ja, natuurlijk wil je dat verbeteren. Maar natuurlijk wil ik plezier blijven houden, ik wil blijven presteren. En ja, lekker zo doorgaan. Dan, als ik dit weer kan halen, dan ben ik tevreden.